Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft gisteren een antwoord gegeven op vragen van het parlement over de wet SNTA en de financiering daarvan. De bewindsvrouw zegt dat in het kader van SNTA er hubs gebouwd zullen worden in Ikeri, Koroni, Saramaka, Stoelmanseiland, Mungo, Brokopondo, Paranam, Kouwarasang en in Paramaribo. Voor de realisatie van dit project is er een lening gesloten bij de Islamic Development Bank van $13 miljoen. De bouw en het onderhoud van de hubs worden ook uit dit bedrag gefinancierd. Ferrier zegt dat de studierichtingen worden bepaald uit de planningen van de districten. Is in die voorbereiding al een afstemming geweest van wat heeft die specifieke regio nodig om in het kader van het technisch en beroepsonderwijs te ontwikkelen. Met betrekking tot het beroepsonderwijs en het technisch onderwijs moet ik het volgende stellen. En misschien is het goed als u geprojecteerd krijgt wat in het kader van CARICOM staatsleiders is afgesproken met betrekking tot de standaarden waar we naartoe moeten. Omdat ik toch voel dat ten aanzien van de universitaire richting en de beroepsrichting dat er toch nog verwarring is of onduidelijkheid. Wat wij in Suriname gaan doen, en ik heb het hier ook al verschillende keren gezegd, we zijn bezig met die wetgeving. En u gaat dan zien dat die eerste kolom, die lichtblauwe, beroeps- en technisch onderwijs, die gaan we doortrekken naar beneden, zodat het aansluit bij de twee hoogste klassen van het basisonderwijs. Ferrier zegt verder dat met het systeem van SNTA het onderwijs niet moet wachten totdat de kinderen op het niveau komen van beroepsonderwijs. Wij moeten beginnen bij het lager onderwijs en daar zijn we nu al mee bezig, benadrukt de minister. Waardoor kinderen kennis kunnen maken met beroepsonderwijs op een hele jonge leeftijd. Ze zijn dan ook geïnteresseerd en gefascineerd door wat ze aangeboden wordt. En de bekendheid dat het niet meer een iets is waar je faalt, maar dat je ook een keuze kan maken om direct al die beroepsrichting in te gaan. En u ziet nogmaals aan die andere kolom, daar ziet u waar het polytechnisch onderwijs en het universiteitsonderwijs gaat. Het zijn twee richtingen. Om de kinderen ook niet te vroeg te laten kiezen, zal er bij de onderbouw van het secundair onderwijs ook 2 jaar gezamenlijk secundair en beroepsonderwijs worden aangeboden. Dus in principe krijgen de kinderen vanaf groep 5 4 jaar te maken met technologisch en beroepsonderwijs. Onderwijsminister Lilian Ferrier. Zij gaf gisteren in DNA antwoord op vragen van het parlement over de wet SNTA en de financiering daarvan.